Benzine die in Suriname is geproduceerd is goedkoper en er is een reden daarvoor. Dit zei staatsolie-CEO Anand Jakeser gisteren in ons actualiteitenprogramma Questions and Answers. Jakeser ging ook in op het feit dat diesel in Suriname momenteel duurder is dan benzine. GoTo is 20 cent goedkoper omdat, laten we zeggen, we hoeven die olie niet te transporteren uit het buitenland naar Suriname. Daardoor ontstaat eigenlijk een soort marge die we dan aan de klant kunnen geven. Het is een beetje afhankelijk van wereldmarktprijzen, maar zeker ook afhankelijk van wat de overheid wil. Ja. Mm-hmm. En dus de overheid kan de prijs ook een beetje beïnvloeden met de government take. En mogelijk hebben ze daar gewoon een hogere government take of een lagere government take op gasoline, waardoor het een beetje goedkoper is. Oh. Ja. Want altijd was diesel goedkoper dan. Dat klopt, ja. De laatste tijd is het duurder geworden. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat is dus, het heeft te maken met die government take. Ja, wereldmarktprijzen of de government take. Ik, mm-hmm. Ik heb de overzichten niet zo voor me. Maar de meneer heeft gelijk, het kost inderdaad minder om diesel te produceren. Ja. Jagezer zegt dat de jaarlijkse omzet van staatsolie een half miljard Amerikaanse dollar bedraagt. Dit was vroeger meer, omdat GoTo niet werd gerekend tot het bedrijf. Nu er olie voor de kust is gevonden, is de kans veel groter om het bedrijf internationaal meer bekendheid te geven.